deze pups worden binnenkort misschien blinde geleide honden. Of epilepsiehonden. Of hoorhonden, kan ook. Dat zijn honden die dove mensen kunnen helpen. Maar ik zei misschien, want eerst krijgen ze nog 2 jaar opleiding en maar 4 op de 10 van al de honden slagen uiteindelijk voor de testen die daarbij horen. En dat maakt dat die wachttijden alleen maar langer en langer worden. Maar jawel, de wetenschap die heeft al een antwoord klaar. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en vandaag zijn we op bezoek bij Bart Broeks. Bart is dierenarts en geneticus aan de Universiteit van Gent. En in zijn labo analyseert hij DNA van honden en doet hij ook verschillende soorten testen op hen. Zo kan hij nog voor een nieuw nestje pups geboren is al voorspellen of het goede assistentiehonden zullen worden. Kan mijn hond een blinde geleide hond worden? Je denkt misschien, als ik ooit blind zou worden, mijn hond, dat gaat een goede assistentiehond worden. Want bijvoorbeeld, die brengt al de kranten naar mij, die luistert goed naar mij. Maar jammer genoeg is het niet zo eenvoudig. Er zijn ook nog een heleboel andere voorwaarden die eigenlijk aan voldaan moet worden voordat je een goede assistentiehond wordt. Dus je wordt niet geboren als assistentiehond. Je moet op zichzelf al de goede kenmerken hebben en daarnaast nog eens een heel opleidingstraject doorgaan voordat je echt geschikt bent voor het werk. Assistentiehond is eigenlijk een overkoepelende term voor allerlei types honden die mensen individueel gaan helpen. Dus wat valt daaronder? Typisch de blinde geleidehonden. Dat is denk ik hetgeen waar iedereen aan denkt als je over assistentiehonden praat. Maar ook bijvoorbeeld hulphonden, dus voor mensen in een rolstoel. We hebben meldhonden voor mensen met epilepsie of met suikerziekte, met diabetes. Dat zijn dan honden die eigenlijk gaan detecteren of dan een mens een epileptische aanval gaat doen of dat die hypoglycemie, dus een lage bloedsuikerspiegel, gaat gaan hebben. En die honden kunnen dat eigenlijk gaan signaleren tegen dat baasje van, oké, oei, pas op, er gaat iets gebeuren. Zorg dat je veilig bent. Je hebt autismehonden voor mensen met autisme, dat is zeer logisch. Honden voor mensen met PTSD, dus posttraumatisch stresssyndroom. Dus ja, dat is eigenlijk een heel brede term die allerlei soorten honden gaat omvatten. Goede assistentiehonden helpen hun baasje dus op allerlei manieren. Ze kunnen dingen oprapen, deuren open en toedoen, iets uit de koelkast pakken, want dat is voor mensen in een rolstoel vaak al wat lastiger. Ze kunnen zelfs helpen bij het aan- en uitkleden. Assistentiehonden zorgen er ook vaak voor dat mensen weer buiten komen. Ze zijn dat extra duwtje in de rug om terug een sociaal leven op te bouwen, want mensen op straat die zullen je al wat rapper aanspreken als je een hond bij je hebt. Hey, wat een leuke hond heb jij, mag ik hem eens aaien of niet, enzovoort. Nu, al die commando's, zoals deuren openen en dingen oprapen, die kan je een hond aanleren. Maar wat zijn nu de belangrijke kenmerken die een hond sowieso van zichzelf al moet hebben, alvorens je begint met een opleiding? Eerst en vooral, op medisch vlak is het natuurlijk belangrijk dat een assistentiehond zelf een gezonde hond is. Een assistentiehond die zelf mankt of zo, of die pijn heeft aan zijn gewrichten, ja, dat is natuurlijk niet optimaal. Anderzijds hebben we natuurlijk naast die medische zaken ook op gedragsniveau dat heel belangrijk is dat die assistentiehonden goed zijn. Een hond die achter een kat loopt, dat is op zich niet zo erg. Maar stel je nu voor dat dan een blinde geleidehond is die achter een kat loopt en dat die op dat moment iemand aan het geleiden is. Kun je je voorstellen dat dat voor heel gevaarlijke situaties kan gaan zorgen? Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dus die honden moeten echt wel gedragsmatig en medisch aan een hele hoop strikte vereisten gaan voldoen om goed een assistentiehond te kunnen gaan zijn. Een hond moet dus gezond zijn en ook braaf genoeg. Maar zoals gezegd moet elke hond die iemand wil begeleiden sowieso een opleiding volgen. Die duurt 2 jaar en tussentijds moeten ze ook nog allerlei examens afleggen. Dat zijn een aantal fysieke testen, gezondheidstesten en gedragstesten. En jammer genoeg zal niet elke hond slagen. 6 van de 10 honden die uiteindelijk aangekocht waren om assistentiehond te worden, gaan het niet halen. Ja, een assistentiehond opleiden volledig kost €25.000, wel gemiddeld, omdat natuurlijk het moment van afkeuring wat variabel is, maar gemiddeld is er al meer dan €10.000 geïnvesteerd in zo'n pup, eer dat die wordt afgekeurd. Met andere woorden, dat gaat over gigantische bedragen, zeker als je nog eens in rekening brengt dat er zoveel zijn die worden afgekeurd. De belangrijkste reden waarom een hond wordt afgekeurd is omdat ze plots ontdekken dat de hond ziek is of een aandoening heeft. Bijvoorbeeld een hartafwijking, die de pup dus nog niet had toen hij aan de opleiding begon of die ze toen althans nog niet konden vaststellen. Of misschien zien ze ineens dat de hond wat begint te manken. Dat komt dan vaak omdat de heupkop eigenlijk niet mooi in de kom blijft zitten. Die zit wat los. En dat doet heel veel pijn bij de hond en kan ook leiden tot artrose. We noemen dat trouwens heupdysplasie. En zo heb je ook elleboogdysplasie. Of je hebt ook aandoeningen waar de hond plots blind van kan worden. Of nog eentje, exercise-induced collapse. Dan kunnen honden na een inspanning plots boom omvervallen.
En het komt zelfs voor dat een hond daaraan sterft. Nu, het goede nieuws is dat veel van die ziektes worden doorgegeven van ouders op pups. Dus, als je de mama- en papa-hond op voorhand heel goed screent, dan kan je beter garanderen dat de pups ook gezond zullen zijn. We gaan eigenlijk naar dat totaalbeeld gaan kijken en gaan elke hond daar individueel op gaan testen. Met diverse combinaties van testen. En dan gaan we eigenlijk gaan zorgen dat door de optimale combinatie van dat vader en van dat moederdier, van die reu en van die teef, dat we ervoor kunnen gaan zorgen dat de pups beter zijn qua kwaliteit, een hogere slaagkans dus hebben. En dus eigenlijk op die manier gaan we dus meer mensen kunnen gaan helpen. Op kortere tijd, de wachttijden, die zeer lang zijn, op dit moment meer dan 2 jaar. De wachttijden kunnen op die manier ook verkort worden. En natuurlijk ook financieel. Ja, als er meer honden slagen, is dat ook natuurlijk een veel efficiënter traject kostprijs geweest. Bart doet dus allerlei soorten testen bij de ouders, bij de teefjes en de reutjes. En zo kan hij garanderen dat daar gezonde pups uit zullen voortkomen. Hij doet onder andere harttesten, daarvoor gaat hij met de hond naar de cardioloog, oogtesten bij de oogarts en Bart zelf als geneticus onderzoekt ook nog eens het DNA van de honden, hier in zijn labo. Zijn er bepaalde mutaties, bepaalde varianten in uw DNA aanwezig die aandoeningen, van we weten dat die aandoeningen gaan veroorzaken? We gaan die gaan testen bij al onze dieren en we gaan dan gaan kijken van welke combinatie is het meest optimaal, bij welke combinatie kunnen we eigenlijk garanderen dat de pups sowieso de aandoening niet gaan ontwikkelen. Het is zo dat zijn aandoeningen die op autosomaal recessieve wijze gaan overgeven. Concreet wil dat zeggen dat je eigenlijk als ouder dier perfect drager kan zijn. Je gaat dat niet vertonen, maar je kan dat wel doorgeven aan je nakomelingen. En als je dan de pech hebt dat beide ouderdieren alle twee drager zijn, dan gaat 25% van de pups, verwachten we, 25% van de pups gaat dan effectief leider zijn. Gaat dat dan gaan tonen, gaat het dan hebben die ziekte genetisch. Met andere woorden, het is niet omdat je de ouderdieren, om het ouderdier zelf gezond eruit zien, dat de pups dat sowieso ook gaan zijn. En daarom hebben we die DNA-testen nodig. Eigenlijk kan je dat heel eenvoudig gaan voorstellen. Ik ga hier nu voor exercise-induced collapse. De ene variant is de ziekte veroorzaken. We noemen die EIC. En de andere, de normale variant, die gaan we N gaan noemen. Nu is het eigenlijk zo dat als beide ouders drager gaan zijn, dan gaan die één keer het normale allel gaan hebben, één keer de normale variant en één keer het ziekte veroorzaken. Dan zien we hier eigenlijk, als we een tabelletje gaan voorstellen, aan de ene kant het vaderdier, aan de andere kant het moederdier. En eigenlijk op basis van zo'n tabelletje kan je dan perfect gaan uitrekenen wat de kans is dat bepaalde nakomelingen ziek, gezond of drager gaan zijn. Dat kan je dan eigenlijk gewoon zo gaan invullen en dan zie je dat van de 4 mogelijkheden die er zijn, dat 1 op 4 gaat volledig normaal zijn, 1 op 4 gaat ziek zijn en de overige 50% die gaan de ziekte veroorzakende variant gaan dragen. Dus op die manier kan je ook zien dat eigenlijk een combinatie van een drager maal een drager, dat dat echt geen goed idee is, want dat je 25% nakomelingen gaat gaan fokken die ziek gaan zijn. Bart doet die DNA-testen onder andere voor Purpose Dogs, een VZW waar hij zelf voorzitter is en die honden fokt voor verschillende assistentiehondenscholen over heel België. Bij Purpose Dogs is het zo dat op het moment dat we gestart waren, dat er 2 teefjes waren die drager waren van Exercise Induced Collapse. We hebben gezegd, oké, we weten dat die honden drager zijn. We gaan op zoek naar een reutje dat geen drager is. Op die manier kunnen de pups zelf maximaal drager zijn. Je gaat nooit zelf de ziekte gaan vertonen. En eigenlijk door die aanpak te gaan hanteren, hebben we ervoor gezorgd dat zonder dat je dieren moet gaan uitsluiten, de frequentie van voorkomen van die aandoening naar 0 is gereduceerd. Dus we hebben geen exercise-induced collapse meer bij onze honden. Er is ook nog een tweede belangrijke reden, naast die aandoeningen, waarom honden afgekeurd worden tijdens of na hun opleiding. En dat is omdat ze slecht gedrag blijven vertonen. Daarom doet Bart samen met experten ook verschillende gedragstesten bij de mama- en papa-hond. Want gedrag is net zoals ziektes en aandoeningen voor een groot deel erfelijk. Dat is bij ons trouwens ook zo, hè. Als jouw mama een pietje precies is, of net heel chaotisch, of enorm ambitieus, dan zal de kans redelijk groot zijn dat jij daar ook wat van in je hebt. Dus, als de mama en papa hond heel makkelijk te trainen waren, dan zullen die pups dat vast ook zijn. Bij die gedragstesten kijken ze dus of de hond flink luistert, of die mooi naast jou kan lopen, of die over een trapje gaat, of de hond niet helemaal van zijn melk is als er plots een blikje valt, of als er een paraplu dichtbij geopend wordt.
hond mag een keer verschieten. Dat is normaal, iedereen verschiet wel eens. Maar eigenlijk gaan we dan vooral kijken, gaat hij zich heel snel stabiliseren? Gaat hij heel snel terug in zijn normale, rustige, stabiele toestand zijn? Zodanig dat hij eigenlijk inderdaad het werk kan gaan hervatten en eigenlijk op een goede manier daarmee mee kan omgaan. Oké, maar ik zat te denken, als gedrag erfelijk is, kan je gedrag dan ook niet zien in het DNA, net zoals veel van die aandoeningen? Kan je dus bijvoorbeeld op voorhand voorspellen dat een hond het nooit zal afleren om achter elke vogel die hij ziet aan te hollen? Het is zo dat gedrag natuurlijk zeker en vast erfelijk is. De grote moeilijkheid is dat gedrag een complex iets is, heel concreet. Wil dat zeggen dat eigenlijk heel veel verschillende varianten in uw DNA allemaal een klein effect gaan hebben die dat gaan beïnvloeden. Maar we kennen die eigenlijk niet. Daarnaast, bijkomend complex, is het ook zo dat de omgevingsfactoren natuurlijk gedrag heel sterk gaan beïnvloeden. Ik kan dat heel concreet maken met een voorbeeld van pups die opgroeien in een woonkamer met een trap daarin. Op de gedragstesten zien we dan ook, laten we die eigenlijk over een trapje heen gaan, en je ziet dan de pups die dat gewoon zijn van thuis uit, die gaan daar supervlot op en af. Terwijl dat pups die nog nooit een trap hebben gezien, die in een woonkamer met een gelijk oppervlakte gaan, je merkt dat die op dat moment, als die daar zo op die trap gaan staan, zo een beetje kijken van hoe moeten we hier nu mee omgaan, hoe moeten we naar boven en naar beneden gaan. Het is eigenlijk op dat moment zo'n proces wat zij eigenlijk aan het leren zijn. Nu, globaal genomen, gedrag is dus iets heel complex, zowel op DNA-niveau als door de beïnvloeding qua omgevingsfactoren. Maar echter, door eigenlijk al de data die we genereren en de statistische modellen, kunnen we toch wel heel correcte predicties gaan maken of dan een pup goed gaat zijn of niet, en selectief daar naartoe gaan fokken. Dus eigenlijk op zich is het niet erg dat we de genetische oorzaken niet exact in het DNA kennen. Aan de hand van die gedragstesten, DNA-testen en testen op verschillende ziektes, beslist Bart dus welke honden bij elkaar passen. Ja, gearrangeerde huwelijken, zou je kunnen zeggen, om de beste pups te kweken. En de beste pups, dat betekent in dit geval pups die hoogstwaarschijnlijk kunnen opgeleid worden tot geschikte assistentiehonden, zodat er niet meer zoveel pups afvallen in de loop van het opleidingstraject. Zodra we eigenlijk gestart zijn, hebben we natuurlijk elk jaar inderdaad ook logischerwijs bijgehouden hoe goed dat onze pups het deden en wat slaagpercentages waren. En eigenlijk is het zo dat zelfs vanaf het eerste jaar al dat je direct een substantieel verschil zag. Op dat moment waren er bij ons meer dan 60% geslaagd. Dus 40% afgekeurd, 60% geslaagd. Dat is wel één grote stap. En sindsdien is dat getal eigenlijk jaarlijks omhoog gegaan. Ondertussen zitten we over de 70%. Genetisch geselecteerde superhelden dus. Ze komen eraan. En dikke merci aan Bart daarvoor, want zo worden die wachttijden voor assistentiehonden steeds korter en korter. Tot de volgende!